Lak en ik ben schoenmaker in IJsselstein. Ik kwam met vastigheid. Ik was machine en bankwerk. Omdat dat al werd toen, dat die jaren werd dat wat minder. Ik vond het schoenmaker met mensen werken, met je handen werken. Ik vond het wel leuk werk. Dus toen zo eigenlijk ben ik de schoenmakerij ingerold. Ik heb mijn diplomaatjes gehaald. En toen ben ik daarna voor mezelf begonnen in Amsterdam. Ja, in Amsterdam toen een hele leuke zaak gehad. Dat heb ik samen met mijn vrouw gedaan, die is inmiddels overleden. Dus ben ik wat los werk gaan doen, overal invalwerk. Was ook wel leuk, maar dan kwam op een gegeven moment weer iets anders, weer iets voor mezelf. En toen kreeg ik de kans om deze zaak over te nemen. Dat is 8 jaar geleden. Ja, ik doe van alles eigenlijk. Dus kom je met de gekste dingen, paardentuigen, alles, van alles. Maar wat dan het leukste, ja, voeringjes. Dat vind ik ook een leuk werk. Ritsen inzetten is ook een leuk werk. Ja, eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Ik vind het allemaal wel leuk. Ik heb naamplaatjes, ik heb een stomerij bij. Zolen, hakken. Paardentuigen. Dat doe meer met de hand, want dat zijn allemaal kleine dingetjes. Dat is meer handwerk, dat vind ik ook leuk. Daar gaat ook wel een hoop tijd in zitten, dat wel. Hè. Nou, verder eigenlijk alle voorkomende werkzaamheden. In de winkel, ja, verwante artikelen, sleutels. Furnituren, dat zijn veters, schoenen. Zooltjes, inlegzooltjes. Enzovoort eigenlijk. Je hebt altijd wel niet hetzelfde, maar het is altijd wel wat anders. Schoenmakerij De Leest, dat staat voor vakmanschap.